Ja, daar zijn we. Een goedemiddag allemaal bij deze webinar klezmermuziek. Klezmermuziek is een muzieksoort die je niet in 1, 2, 3 woorden kunt uitleggen. Dat is eigenlijk the story of my life. Dan vragen mensen, ah, je bent muzikant. Goh, wat leuk, wat speel je? Blues. Ik zeg, nee, ik speel klezmer. Ja, dan begint het al. Dan moet je gaan uitleggen, ja... Het zijn duizenden jaren geschiedenis die je niet even in 2 seconden vertelt. En ik zal het ook vanmiddag niet allemaal gaan vertellen. Maar laten we bij het begin beginnen. Het woord klezmer is al een buitenissig woord. Het is een woord dat is afkomstig uit het Jiddische taal. En alleen al over de Jiddische taal zou je al een compleet referaat kunnen houden. Gaan we ook niet doen. Maar het woord klezmer is Jiddisch, maar het komt uit het Hebreeuws. Kijk. Zo ingewikkeld is het dus. Het is Jiddisch, maar het komt uit het Hebreeuws. Heel veel mensen haken dan al lang af. U gelukkig niet, ik hoop het niet tenminste. Het zijn eigenlijk 2 samengestelde woorden. Kelen, wat betekent instrument. Ik speel mijn kelen, ik speel op instrumenten. En het woord zimmer. En zimmer betekent lied, melodie. Dus eigenlijk instrument en lied. Nou, daar zit nu precies de quintessens van deze muzieksoort. Het is een muzieksoort waarbij je leert zingen op je instrument. En in tegenstelling tot wat meestal lijkt, ach, het is een gezellig melodietje en dat klinkt al vrij leuk, veronderstelt het toch een behoorlijke instrumentele vaardigheid om deze muziek echt goed te kunnen spelen. Want je moet kunnen zingen op je instrument. En dat brengt eigenlijk ook al met zich mee dat niet elk instrument geschikt is om klezmer te spelen. Enkele grote geesten daargelaten, is het toch vrij lastig om op een piano te zingen. Om een piano te laten zingen, dat is bijna onmogelijk. En daarom zijn er een paar instrumenten heel populair in die klezmermuziek. En dat is met name de viool en de klarinet. En dat waren nou juist die instrumenten. Die instrumenten zijn belangrijk omdat ze in wezen de menselijke stem het allerbeste kunnen benaderen. En dat komt omdat ze eigenlijk geen beperkingen kennen. Ze hebben geen klepjes, ja ze hebben wel klepjes, maar ze kunnen de noot laten zweven zoals een stem het kan laten zweven. En het lijkt me wel leuk dat we deze webinar eerst moeten beginnen met die stem. Want eigenlijk is de stem de centrale factor in de Jiddische muziek. Jiddische muziek kent een vocale traditie als bron van de uitvoeringspraktijk. En dat lijkt me leuk om te beginnen met een liedje. En ik heb een liedje uitgezocht waarvan de tekst een beetje te doen is, tenminste het refrein. De eerste regel van het refrein is oi, 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 oi. En de tweede is oi, 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 oi. En de derde is oi, 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 oi. We gaan het even rustig een keer doen. Het staat in G mineur, maar hij begint op de D. En hij begint ook als een... Oh ja, ik zie mooi de papier voor, maar kan ik ook even meelezen. Hij begint op een D. En hij begint met een opmaat naar de derde tel. Dus ik tel... 1, 2, 3, oi, 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 oi. We beginnen dus ook op de tweede bladzijde, bij het D'tje. De tekst is al bijna uit het hoofd te leren. Oi, 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 oi. We gaan het gewoon een keer doen. En dan gaan we het liedje een beetje doorwerken. Want op deze manier kom je een beetje in die Jiddische sfeer terecht. Met de uitspraken is het misschien wel een handige leidraad om te denken van nou, je moet je moet zingen alsof je al een glaasje op hebt. Dat is niet raar bedoeld, vervelend bedoeld, maar je hebt een vrij stevige L. Je hebt een beetje de Russische L. Een beetje een zware mondbeweging helpt wel. En je moet het een beetje Duits in het hoofd houden. Dan met die 2 ingrediënten moeten we een heel eind komen. Ik tel in. 1, 2, 3. Oi, 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 57, en nu vallen er een paar... Nee, er komen erbij. Dat er zoveel mensen nu aan een computer zitten te zingen. En ik hoop dat alle opnameapparatuur uitstaat. Maar we gaan het nog een keer doen. Voor het dubbel. Ik tel weer 3 en dan gaan we weer beginnen met het D-akkoord. 1, 2, 3. Oi, 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 oi,
Dat is het refrein. Nu komen we bij het couplet. En waarom heb ik nou specifiek dit lied uitgezocht? Ik vind het een van de meest verbindende liederen die er bestaat. De tekst is: wir seinen alle Brüder. We zijn alle broeders. En eerlijk te zijn, ik heb er op het einde ook zusters aan toegevoegd. Dus we zijn allemaal zusters. We zijn alle broeders. We zingen mooie liederen. We zingen met z'n allen. Het gaat erover dat links en rechts, die moeten zich verenigen. Die moeten niet zo lopen te bakkeleien. Want het zijn maar woorden. Maar we zijn allemaal mensen. En we moeten samenleven zoals een gasten en een kalle. Zoals een bruid en een bruidegom. En zoals je allen weet, is dat niet altijd pijs en vree. Maar uiteindelijk blijf je bij elkaar. En daar gaat het om. Meer zin in alle leren. Het eerste couplet begint gewoon op de eerste tel. Ik tel 1, 2, 3, 4 en dan gaat het los. Op de gymneurakkoord. 1, 2, 3, 4. Wir sehen alle Brüder, ei, ei, alle Brüder, und wir singen schöne Lieder, ei, ei, ei. Und wir hauchen sich nehmen, ei, ei, sie zu nehmen, als es ist nicht so wie jeder, ei, ei, ei. Zwei, drei, ei, 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 ei. We gaan nu naar het tweede couplet en ik tel van de sfeer in de af in het Jiddisch. 1, 2, 3, 4. Hunger zingen alle enig, ai, ai, alle enig. Hunger zingen viel zu wenig, ai, ai, ai. Hunger halten sich in einem, ai, ai, sich in einem. Als es ist nicht so gegeben, ai, 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 zwei. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. En nu zijn het volgens mij mijn collega's van de Klezmatics geweest, die vanwege toch een beetje een emancipatoren kwestie er een vrouwelijke couplet aan hebben toegevoegd. En ik mag het graag zingen. Hier komt ja, ik tel 1, 2, 3, 4, want ik weet nou niet of die tekst er staat. Staat er? Ja, zeg er wel! Ja, ja. Ja, kijk, daar kom ik straks nog wel op waarom ik moet kijken. Komt ie aan. 1, 2, 3, 4. Wir sind alle Schwestern, oi, oi, alle Schwestern, Buchlen, Zippler und die Äste, ai, ai, ai. Links und rechts verringen alle, oi, oi, verringen alle, die Achelsen mit der Kalle, ai, ai, ai. 3, 3, oi, 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 ik zie een aantal mensen het volle borst meezingen, dus dat doen we goed. Zo. Nu weten we tenminste waar we het een beetje over hebben. Dit lied is heel bijzonder, want het past niet in de bruiloftsmuziek, zeg maar. Globaal kun je zeggen, klezmermuziek wordt gerelateerd aan de bruiloft. Nou was dit liedje was geen bruiloftslied. Het was meer een politiek pamflet. En het stamt ook uit de tijd van de grote emancipatoren bewegingen van het begin van de 20e eeuw. Het was zo in Rusland, waar een groot gedeelte van de Joodse mensen woonden in Oost-Europa. In Rusland was het zo dat voor de revolutie de Joodse mensen nog minder waren dan dieren. Daar werd op neergekeken. Die konden alleen maar wonen in een bepaalde streek, in bepaalde dorpjes. Ze mochten geen voet zetten in Sint-Petersburg of Moskou. Ze waren tweede, zo niet derde rangs burgers. En het is dan ook niet zo verrassend dat wanneer de revolutie begint, heel veel Joodse mensen daaraan deelnemen. Dat is hun
ultieme kans om mens te worden. En de revolutie had Joodse mensen nodig. Waarom? Het klinkt misschien als een vooroordeel, maar het is gewoon een feit dat de meeste Joodse mensen zijn geletterd. Ze kunnen lezen. Voor het communistische propagandaapparaat van groot belang. Mensen die kunnen lezen en mensen die de boodschap voort kunnen brengen. Maar het is allemaal voortgekomen uit een beweging om de mensheid op een hoger plan te brengen. Om de wereld te verbeteren. En dat is dit liedje. Maar zoals ik al zei, klezmermuziek wordt gerelateerd aan de bruiloft. En waarom aan de bruiloft? Nou, dat komt als volgt. Instrumentale muziek wordt over het algemeen door de grote monotheïstische godsdiensten niet echt bevorderd. Je kunt beschrijving vinden in het Nieuwe Testament over een aantal instrumenten. In de Koran is muziek maken eigenlijk haram. Het geeft maar aanleiding tot liederlijkheid. En ook de rabbijnen zijn niet echt geporteerd van zeker instrumentale muziek. Het heeft allemaal te maken met geschiedenis. Het mooie van deze muzieksoort is dat het eigenlijk parallel loopt aan geschiedenis. Ik heb geschiedenis gestudeerd en ik heb altijd een grote voorliefde gehad voor de verhalen achter de muziek. En het verhaal achter deze muziek is immens, is groot, is bijna net zo groot als de Bijbel. Het loopt met het verhaal mee. Daarom zijn het ook dat de rabbijnen niet voor instrumentale muziek zijn of niet voor uitgesproken vrolijkheid. Want na de verwoesting van de Tweede Tempel in 76 na Christus vindt er een grote diaspora plaats. En worden de Joden gedwongen om Israël te verlaten, of Palestina te verlaten. En daarmee breekt een periode van rouw. En in die rouw past het niet om een gezellig deuntje te spelen. Nou, is het zo dat de geschiedenis eigenlijk heel vaak een beetje vereenvoudigd wordt. Er worden jaartalen aangeplakt, er worden periodes aangeplakt. Maar de werkelijkheid is veel lastiger, is veel vormiger. De diaspora, zeg maar het vertrekken van Joodse mensen uit het heilige land, uit Palestina, Israël, is al begonnen in de derde eeuw voor Christus. En heeft geduurd, ja, tot zeg maar na de Tweede Wereldoorlog. Dus de diaspora is een deel van de Jiddische mens. En dat heeft te maken, of dat brengt met zich voort, dat het leven als Joodse mens in de vreemde getekend wordt door een soort van onveiligheid. Een onveiligheid in de situatie waar je bevindt. Je hebt niet je eigen land, je hebt niet je eigen macht, je hebt niet je eigen verdediging, leger, politici. Als Joods mens in de vreemde ben je afhankelijk van de machthebbers van dat land. En dat maakt je kwetsbaar. Enerzijds hebben de machthebbers, dat blijkt uit de geschiedenis, vaak Joodse mensen nodig vanwege hun geletterdheid. Maar ook vanwege de behoefte aan een scapegoat, een zondebok, een boekemissair. Iemand die ze de schuld kunnen geven als in het land vreselijk misgaat. En dat leidt dan tot pogroms. Dat leidt tot moord en doodslag, tot roof, tot verkrachting. En dat is een paraplu dat altijd, of een zwaard van Damocles, sorry, geen paraplu, een zwaard van Damocles dat altijd boven het hoofd hing van Joodse mensen. En als dan de bruiloft de enige manier is om je vrolijkheid te mogen uiten, ja, dan spat de vrolijkheid er ook vanaf. Dan wil je die vrolijkheid ook beleven. En dan ga je niet één dag bruiloft vieren. Want het mag op de bruiloft. Dus die bruiloft maak je zo lang mogelijk. En in Jiddische zin is dat vaak wel een week. Een week lang feest. Ja, niet alleen feest. Kijk, in Joodse traditie is er niet zoiets als een vrije partnerkeuze. Het is niet zo, een jongen wordt verliefd op een meisje en hoepa de goepa, om het zo maar te zeggen. Nee. Dat wordt vaak al ver van tevoren bedisseld. Vaak zijn het vrienden. Vrienden die afspreken dat de dochter van de een trouwt met de zoon van de andere. En zoals in het echte leven ook gaat, vrienden blijven niet altijd vrienden. Maar ja, de afspraak staat daar. Dan dient er op die bruiloft toch het een en ander nog rechtgetrokken te worden. En dan is daar één, de muziek. En de andere kant is de bruiloftsclown. De poet, de badgen. Er is één figuur heel belangrijk in de Joodse bruiloftstraditie, en dat is de badgen. De badgen is eigenlijk wel een erudiet iemand. Hij moet kennis hebben van de Torah. Hij moet kennis hebben van de familiegeschiedenissen. Hij moet kennis hebben van de geschiedenis van de volken om hem heen. En hij moet kennis hebben van de muziek. Deze badgen die zorgt ervoor dat die families met elkaar overweg kunnen. Hij kent de rituelen van de bruiloft. Hij kent de stukken.
En hij weet ook op het moment, weet hij, verbindingen te leggen tussen gezegdes uit de Torah en de situatie op dat moment. En daarbij betrekt hij de muzikanten, de klezmorim. En de klezmorim, ja, die kunnen ook alles spelen. Want dat moeten ze wel, want de klezmorim zijn de eerste professionele muzici die niet verbonden waren aan een hof. Dat waren mannen, en soms ook vrouwen, vergeet niet. Dat waren mannen die muziek maakten om te leven. En dan was die bruiloft, dat was ontzettend belangrijk. Wat heel veel gebeurde was dat de badgen een onderdeel was van de klezmorim. Het is dus ook niet zo dat klezmer louter instrumentale muziek is. Nee, tijdens zo'n bruiloft worden er ook liederen gezongen. Er is een heel beroemd lied, Setzen die Kale, of Bistumi Broeges. Het ene is om de bruid naar de groepa te bewegen. Bistumi Broeges is om de beide schoonmoeders weer een beetje met elkaar in gesprek te brengen. Zo zijn er heel veel liedjes afkomstig uit die bruiloftstraditie die in de klezmer terecht zijn gekomen. Klezmer is een muzieksoort die al begonnen is in de vroegste vroegte, maar zeg maar in de 16e, 17e eeuw werkelijk op beschreven is. En dan zie je met name een grote klezmer-traditie in Midden-Europa. Joodse mensen zijn uiteindelijk in Midden-Europa terechtgekomen, omdat in de landen waar ze voorheen bivakkeerden, Tiberisch Gierenland, het leven onmogelijk werd gemaakt door strenge regels van de katholieke kerk, inquisitie en zelfs moord en doodslag. Wat ik al zei, Joodse mensen worden vaak gevraagd door heersers, koningen, keizers, tsaren, om te dienen als een soort ambtenaren. En het was met name de koning van Polen, want Polen was een koninkrijk ooit, zo groot als van de Baltische Zee tot aan de Zwarte Zee, die de Joodse mensen die vluchten, inviteerden om bij hem te komen werken als ambtenaren. En daar hebben de meeste Joodse mensen zich dus gevestigd. En de verhalen gaan inderdaad over bruiloften van meerdere dagen, waarin orkesten speelden tot ze er weer neervielen. Er was één probleem, afgezien van vele andere, maar er was één probleem, dat de rabbijnen waren toch wel heel streng, hoor. Want het was allemaal maar mondjesmaat toegestaan, ach, gedoe, ze suipen. Nou, u kent alle vooroordelen jegens muzikanten. Maar het punt was dat er in zo'n week toch wel vaak een religieuze dag viel waarin er niet gespeeld mocht worden, nog kon worden. Ja, wat doe je dan? Je wilt toch muziek hebben. Dus inviteer je die goyim. Ja, niet ons, maar toevallig een ander soort goyim, dat zijn de zigeuners. Zigeuners, Gypsy, Roma, delen het verhaal van de Joden in die zin dat zij in dezelfde situatie zitten. Ze hebben geen natie, ze hebben geen machthebbers, eigen machthebbers, geen leger. Dat maakte hen tot dusver tot een van de vreedzaamste, ja, meest vreedzame volken ter wereld. En die zitten in hetzelfde schuitje. Ze vragen zigeuners om te komen spelen op de bruiloft. En zo ontstaat er een uitwisseling tussen zigeunermuziek en Jiddische muziek. En daarom komt het ook dat we in de Jiddische muziek ook vaak spreken van een zigeunertonladder. Een zigeunertonladder die altijd een beetje weemoedig aandoet. Ik zal hem even spelen. Is, Jidden zijn in staat om vrolijke muziek te spelen in mineur en droevige muziek in majeur. En wat ook gebeurt is dat er heel veel afwisseling is in mineur en majeur. Het schopt tegen elke klassieke harmonisatieregel. Het maakt ze niks uit. Als het goed klinkt, is het goed. Zo heb je dus ook een vrolijk stukje in zigeunertonsoort. Klarinet is uitermate geschikt om gevoelens weer te geven. Hij kan lachen. Hij kan huilen. En hij is uitermate flexibel.
alle kanten mee uit. En ik heb in mijn bestaan als muzikant en onderhand ben ik zo'n beetje bijna 40 jaar met deze muziek bezig. Ik ben natuurlijk ook heel vaak gevraagd van hoe komen Goyim er nou bij om klezmermuziek te spelen? En natuurlijk, ik heb me dat ook afgevraagd. Ik kan niet bogen op een mooie stamboom wat al vanuit het Heilige Land bestaat. Nee, ik heb het moeten doen met mijn hart. Mijn hart voor deze muziek. En op een dag ben ik op zoek gegaan naar dat hart. En dat kwam omdat ik bij mezelf te raden ben gegaan van hoe is dat bij mij binnengekomen? Er was niemand bij mij in huis die een muziekinstrument speelde. En toch is het bij mij binnengekomen. In mijn jeugd was er op zich geen muziek. Er was niemand die een muziekinstrument speelde. Maar als 7-jarige kreeg ik van mijn vader een grammofoon. Mijn overgrootmoeder was overleden. En het enige wat mijn vader uit de boedel had kunnen redden was een oude grammofoon met 78 toerenplaten. Een ding uit de jaren 20. Met de daarbij behorende platen. Van die grote, harde platen. En daar zat een plaat tussen, die ik helemaal grijs gedraaid heb. Met een voor mij volkomen onuitsprekelijke titel. Ook onbegrijpelijke titel, maar het was dat exotische wat me raakte. Dit blijkt dus een stuk te zijn van een Hongaars-Joodse componist die een stuk heeft gecomponeerd op basis van Hongaarse volksmuziek. En hier komen eigenlijk twee dingen samen. Het Jodendom, het Jood zijn, een Joodse toets van muziek en die Oost-Europese volksmuziek. En het is pas op later leeftijd dat ik pas dit helemaal me herinnerde van hey, maar dat heeft een soort van aanzet gegeven tot die, blijkbaar tot die zoektocht naar het exotische. Ja, dat was Jene Hubei die het combineerde. En het stuk heet Heere Kati. En die grammofoon die kwam ons huis binnen via mijn grootmoeder. En nu ben ik pas recent erachter gekomen hoe die familiegeschiedenis in elkaar zit. Mijn overgrootmoeder was de zus van een muzikant. En die muzikant was weer de zoon van een kermisexploitant. Dus in principe was mijn overgrootvader was een kermisexploitant. Maar een hele bijzondere. Hij had namelijk niet een kar of zoiets waar hij mee langs het dorp trok. Nee, hij had een platbodem. Hij komt uit Friesland. Ja, mijn familie komt uit Friesland. Hij had een scootje, een tjalk. En op dit tjalk had hij een draaimolen. En s'avonds, dan werd die draaimolen, die werd een zweef. En zo ging hij van dorpsfeest naar dorpsfeest. En hij had een zoon. Hij had een zoon die heette Jacob, net als ik. Ja. En die speelde al heel vroeg trompet, cornet. En deze Jacob van de Zee, zoals hij heette, ging al als 11-jarige ging hij het land door om te spelen op dorpsfeesten en kermissen. En op een dag zegt hij, dag, ik ga. En hij is vertrokken richting Duitsland. Zijn doel was om emploi te vinden bij een van de circus en daar te gaan spelen. Hij kwam niet verder dan het platteland van Groningen, want hij stuitte ergens in de buurt van Winschoten op een groot feest. De plaatselijke herenboer had een circus uitgenodigd. Daar stond een Noord-Duitse circus. En Jacob van der Zee ging met zijn trompetje het circus binnen. En hij was helemaal weg. En er was een vacature, om het maar eens even mooi te zeggen. Hij kon spelen. En Jacob van der Zee heeft zo'n 15 jaar lang heeft hij in 20 verschillende circus gespeeld. Circusmuziek. En als ik aan circusmuziek denk, ja, dan denk ik ook wel een beetje aan zigeunermuziek. En soms komt er ook wel een Jiddisch deuntje voorbij in die circusmuziek. Bijvoorbeeld deze. Dit is echt een circusdeun. Ik hoop, ik weet het niet zeker, dat mijn een neef, dat hij misschien wel een Jiddisch deuntje heeft gespeeld. Maar oké, dat terzijde. Hij komt dit terug in Nederland, in Friesland, en hij neemt dan de boot over van zijn vader. We praten zo rond 1909, 1908, voor de Eerste Wereldoorlog. En hij vormt dan, ja het is niet te geloven, hij vormt een vocaal quintet.
En met dit vocale quintet trekt hij langs de merkers, de dorpsfeesten van Friesland. Op een van die feesten komt hij een voordagskunstenaar tegen. Tegenwoordig noemen we dat cabaretiers, maar in die tijd was het een voordagskunstenaar. Ze wisselen twee woorden, verder niks. Maar een paar jaar later besluit Jacob van der Zee om de boot te verkopen. Het klinkt nu een beetje raar in deze tijd, je verkoopt de boot, maar hij deed het. En hij begon een orkest. Een orkest van 9 man. Ik zal je even laten zien hoe dat orkest er ooit uit heeft gezien. Dit is het orkest. Dit is het orkest van mijn overachteroom. De zoon van mijn overgrootvader. Het lijkt een beetje op een klezmerorkest, maar is het niet. Maar de functie die het orkest gaat uitoefenen, lijkt heel veel op het klezmerorkest. Het eerste probleem wat ze moesten oplossen was het verkrijgen van een vergunning. Want zoiets bestond niet. Een orkest dat op straat speelt. Ze zijn naar de burgemeester gestapt. En ik zal je een leuk iets laten zien. Het is een krantenartikel uit het jaar 1920 over de oprichting van dit orkest. Het staat erin dat in 1912 dat enige mannen bij elkaar kwamen. En nou, men wilde een ensemble vormen. Op een gegeven moment zie je in de derde alinea dat burgemeester J.A.N. Patijn, jazeker, de voorvader van de beroemde Patijnen, en de wethouders van Leeuwarden sympathiek bleken te staan tegenover het verzoek voor een vergunning. Maar er moest wel even een proef gespeeld worden. En dat deden ze natuurlijk in de Prinsentuin. En deze Leeuwarden straatmuzikanten kregen een onbeperkt vergunning om te gaan spelen in de Leeuwarden binnenstad. En dat deden ze van maandag tot met zaterdag. 6 dagen per week speelde er een orkestje in de straten van Leeuwarden. En ze speelden voor het geld. Ze waren professioneel. En nu komt er een leuke toevalligheid om de hoek kijken. De man waar hij mee had gesproken op dat dorpsfeest, ergens rond 1910. Die kreeg een zoon. En die zoon, die heette Ieper Schaaf. En deze zoon is de oom van mijn vrouw. En deze Ieper Schaaf heeft de geschiedenis opgeschreven van de Joden van Leeuwarden, de stad waar ik vandaan kom. En in zijn verhalen duidt er een orkestje op. Het orkestje van de zoon van mijn overgrootvader. Oké, die man met die trompet, dat is Jacob van der Zee, de zoon van mijn overgrootvader. Daarnaast staat een man met de klarinet. Ja, ik vind het bijna eng, want ik zie nog enige overeenkomsten met mij. Dat is zijn broer, Johannes. Dus het is, dit zijn dus twee familieleden van mij die dus een aantal jaren in Leeuwarden op straat hebben geschaamd. Maar het leuke is dat er een aantal dingen bij elkaar komen. Die familie van die voordagskunstenaar, die Ieper Schaaf, tv-dominee voor de NCV, schreef verhalen over Joods Leeuwarden. En daar verhaalt hij over het orkestje. Het orkestje heette destijds de Patijntjes, naar aanleiding van de burgemeester die ze de vergunning had gegeven. En het waren vaak de Joodse mensen die dit orkest aan plooi gaven. Want dit orkestje begon op maandagmiddag op de plek die heet Bij de Put. En Bij de Put was het centrum van het Joodse leven van Leeuwarden. Daaromheen woonden alle Joodse mensen, waren alle Joodse winkeltjes. Daar stond ook in de Sacramentstraat de synagoge. En daar startten zij hun werkweek, zeg maar. Ze eindigden dan op zaterdagmiddag, eindigden ze weer daar, op Bij de Put. En op een dag komt een van de Joodse neringdoende, meneer Velleman, die komt zijn huis uit en die zegt tegen Jacob van der Zee, nou, even in het plat Leeuwarden, dus must even hier komen, jongen. Moet even hier komen. Je moet even daar en daar gaan spelen. Ooske Jacob is goed. Ja, maar wel dit liedje. Het was namelijk het liedje Hup Suppen Grottenbrei, een Fries traditional. Dat gaat over een bepaalde pap. En die meneer waar ze dat voor moesten spelen, een Joodse ambtenaar, die had de pest aan Suppen Grottenbrei. Velleman betaalde een kwartje en het orkest ging richting de meneer om dat liedje te spelen. Velleman komt later ook weer voor, want het zoontje van Velleman was weer een vriendje van Ieper Schaaf, de schrijver. En de familie Schaaf heeft voorgesteld om het jongetje op te nemen tijdens de Tweede Wereldoorlog, onderduik te verschaffen. Maar de familie Velleman vond het beter om toch met z'n allen te vertrekken, omdat in hun ogen God het zo beschikt had. Hier komen dus een aantal verhalen bij elkaar, maar het verhaal is nog veel gekker. Bij de put staat een huis. Het huis van de familie Leefsma. Een Friese Joodse familie. En in de oorlog, zoals alle Joodse mensen, is de familie Leesma op transport gezet.
Na de oorlog komt er één telg terug. En al zoveel verschrikkelijke verhalen. Weet de gemeente Leeuwarden niks anders te doen dan de man nog een rekening onder zijn neus te douwen van het gasverbruik tijdens zijn afwezigheid. Het zijn vreselijke verhalen. Maar het is 40 jaar later, 1980, dat in hetzelfde pand er een café gevestigd is. Het is Café de Bombardon. En toevallig kom ik daar regelmatig. Niks wetende van de geschiedenis. Op een middag, ik zit aan mijn groot stuk appelgebak waar ze beroemd om waren, klinkt er muziek. Ik heb geen idee wat het is. Het pakt me meteen. Ik ben verkocht. Ik vraag aan de man die achter de tak staat, in het Seert Nauta, wat dat voor muziek is. Hij zegt, het is een plaatje uit Duitsland, maar het is met Jiddische muziek. Ik zeg, wat? Jiddische muziek? Ik zeg, geef mij die plaat. Dan ga ik het even op een cassettebandje zetten. Ik heb die plaat op een cassettebandje gezet. En ik moet zeggen, die plaat is nog steeds bij mij. Die is gewoon nog steeds actueel. Dat is het begin geworden van mijn voorliefde voor klezmermuziek. En deze Seert Nauta kom ik later weer tegen in een folkloristisch dansorkest, Kopatschka, waarin we samen Oost-Europese muziek spelen. Maar nog steeds niet bezig met die Jiddische muziek. Op een gegeven moment is er een radio-uitzending van Wim Bloemendaal. En waar komt Wim Bloemendaal vandaan, dames en heren? Uit Leeuwarden, uit bij de Put. Hij woonde met zijn ouders, woonde die vlakbij de Sacramentstraat, achter de synagoge. En hij heeft een verzameling platen. Bakkelieten platen. Die snelle toerenplaten, 78 toerenplaten. En die draait hij in een programma van de VARA Moondogs. Seert en ik hoorden dat en we zijn verkocht. En vanaf dat moment gaan wij klezmermuziek maken. Dus die Goyim, mijn orkest, is begonnen eigenlijk door een ontmoeting in een huis wat ooit van Joodse mensen was. En door iemand die er ooit gewoond heeft, in de straat achter, die een radioprogramma heeft, brengt die muziek weer bij ons. Het is bijna om gek van te worden, maar het is nog veel gekker. Want u ziet die poster daar. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar de poster is ontworpen door Pim Leefsma. Familie van diezelfde Leefsma's. Het is bijna niet normaal. En daar ben ik op een gegeven moment op zoek gegaan naar wat mij nou werkelijk raakt in die muziek. En daar heb ik een documentaire voor gemaakt en ik wil een klein stukje laten zien over van die documentaire. Step inside, you feel and you smell you're in another era, another time. Absolutely. You feel the same? I mean, a little bit, because when I think that you're in, it never looked this bad. It's actually how I think of it. I walk in and you say, wow, the history in these walls, and it's so shameful that buildings come to this condition, actually. You know, it's like you look at the creativity in the community and the details of the paintings and the design and thought that went into it. And you say, wow, this is really a treasure in this region. Yes. Like, I know this region. This is a treasure in this region. Het lied wat we samen speelden, dat heet Doina. En überhaupt is de Doina een slepende melodie die gebruikt wordt voor een emotioneel moment in de bruiloft. En de meeste Doina's zijn zonder tekst eigenlijk. Zijn instrumentale stukken. En dit is dus met tekst. En die tekst is ook heel weemoedig. Die tekst die beschrijft een wereld die er niet meer is. Maar ook over een wereld van honger, van onrecht, van oorlog, van leed. Dus het is een heel weemoedige tekst. Die eigenlijk het gemiddelde leven beschrijft van heel veel mensen, heel veel Joodse mensen destijds in Oost-Europa, in die shtetls.
So the Dine is going, Spiel du Klezmer mir a volech. Play, musician, play a volech for me. A melody from Valachia, a type of dance. Geld mezumen otot solich. Und du poiker poik bimbom. Ein dis hoge. Play, musician, play for me a volech. I'll pay you. Today is a non-Jewish holiday. It's a holiday by my for my non-Jewish neighbors. And then the song continues. The sun was shining down on me. The mosquitoes bit me. I have nothing. I have no cheese. I have no feed for my horses. I have nowhere to sleep. Even an empty grave in the non-Jewish cemetery would be enough to survive the winter. Play, musician, play me a doina, play me a jale, a mourning song. I have no sheep, I have no cows. Only a hungry wife and children. Als ik het moet samenvatten, dan voelt dit als thuiskomen. Heel veel dingen komen dan bij elkaar. Niet alleen dat je muziek maakt met iemand. Dat je voelt dat je hetzelfde wil uitdrukken met muziek. Dat je daar heel erg samen bent. En deze persoon heb ik ook nog nooit eerder ontmoet. En dan zie je weer hoe sterk muziek is. Dat je meteen in een level duikt, in een stroom komt. Dat is heel mooi. En dan zo'n omgeving waar de geschiedenis is, waar je eigenlijk al je halve leven, wel meer dan je halve leven mee bezig bent, dan kan ik dat niet anders dan emotioneel betitelen. Ja. Ja, deze documentaire heet Romania, Romania. En ik kom hier Benji Fox Rosen tegen. Een bassist, zanger, muscoloog, etnomuscoloog. Die heel veel onderzoek doet in Roemenië naar Jiddische muziek. Hij heeft hier over een doina. Nou is een doina een origineel, traditioneel Roemeense muziekvorm. Origineel door herders gespeeld op een kaval, een fluit, om de kuddes rustig te stemmen. En hier zie je heel mooi hoe een traditionele vorm zijn weg gevonden heeft naar de Jiddische cultuur, waarbij er een tekst opgeplakt is. Een droevige tekst die precies past. En waarschijnlijk heeft deze melodie, deze tekst, een functie gehad in de bruiloft als om iedereen even weer met de beide benen op de grond te brengen en te zeggen, er moet een betere toekomst komen. Hij sprak ook over Wallachije. In de tijd van van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie waren natuurlijk heel weinig grenzen. Er waren ook geen paspoorten. Mensen konden voor de Eerste Wereldoorlog kon iedereen vrij door Europa reizen. We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen, maar de grenzen waren open. En je had streken als Galicië, Wallachije, je had de Bukovina, je had Transylvanië. En daar woonden en speelden de Joodse mensen. En vooral Galicië, Polen, was echt wel een broeinest van klezmerorkesten. En een van de allergrootste solisten, epigonen van de klezmermuziek, werd geboren in Galicië. In 1880, Naftel Brandwijn. Naftel Brandwijn was een klarinetist van grote klasse. Hij is opgegroeid in de wijnkelders van Galicië. En hij is begonnen als cornetist, als trompetist.
in een familie van muzikanten, al eeuwenlang muzikanten, vol van melodieën. Maar alles zat in zijn hoofd. Deze Brandwijn had een hele duidelijke, expressieve speelstijl. Geheel in tegenstelling tot een andere epigoon van de klezmermuziek, Dave Terras. En Dave Terras was afkomstig uit Trnavka in Oekraïne. En Dave Terras was van oorsprong fluitist en had een gedegen muzikale opleiding. Ook uit een familie van muzikanten en badgens. Dat ging altijd samen. Muzikanten en badgens, die hoorden bij elkaar. En deze Dave Terras heeft eigenlijk een gelijksoortige levensgeschiedenis als Nachtel Brandwijn. Allebei zijn ze zo rond de Eerste Wereldoorlog zijn ze geëmigreerd naar Amerika. De situatie werd in Europa steeds slechter en heel veel Joodse mensen zijn, met name via Rotterdam, naar Amerika geëmigreerd. En daar gebeurt iets wat voor onze muziek, voor de klezmermuziek waarschijnlijk de grote redding is geweest. In Europa werden omstandigheden steeds zwaarder, steeds moeilijker. We weten allemaal waar het geëindigd is. En in dat grote einde, in die enorme oorlog, zijn mensen verdwenen. Is de muziek die in de mensen hoofd zat, is verdwenen. Want zoveel stond er niet op papier. Of het is verbrand. Slechts mondjesmaat weten we nog archieven te vinden waar muziek is. Plaatopnames in Europa, spaarzaam. Ze zijn er, maar ze zijn spaarzaam. Nee, het grote geluk zit in de emigratie naar Amerika. Waar reeds een platenindustrie op gang was gekomen. Want met name in New York bevond zich een groot volksdeel Joodse mensen afkomstig uit Oost-Europa. En zoals alle mensen die gaan verhuizen naar een ander land, emigreren, ze zitten vol met heimwee. Hoe slecht het ook was in de oude shtetl of in het oude land, je hebt heimwee naar je nest. Daar kom je niet aan. Dus die mensen, die willen Jiddische muziek horen. En als dan die platenindustrie opkomt, worden heel veel Jiddische melodieën worden opgenomen. En onze Naftel Brandwijn, die had alles in zijn kopje zitten. Dat was een probleem. Hij had sowieso een probleem, want de Big Apple, Amerika, die Golden Medina, het lijkt geweldig, maar het is knokken. Het is keihard werken. Als jij als nieuweling aankomt, je kunt achteraan sluiten in de rij. Ook al ben je nog zo getalenteerd. Je moet eerst een netwerk zien te ontwikkelen. Je moet je onmisbaar maken. Je moet je bekend maken. Public relation is van noodzaak in New York. Dus onze Naftel, die stopt zijn laatste spaarcentjes in een prachtig Italiaans maatpak. Maar dat is niet alles. Nee. Hij gaat ermee naar een mechanicien en hij laat aan de binnenkant een rijtje met lampjes monteren. Ja, we spreken over 1918, hè? De techniek is nog niet zo ver gevorderd. Dus hij heeft een accu in zijn rugzak en hij loopt zo, hij paradeert met zijn pak met lampjes over de Second Avenue, wat op dat moment de Joodse wijk is, om daar een beetje op te vallen. Het lukt niet zo best. Mensen, ach, ze vinden het wel aardig. Tot het moment dat het hele pak in de hens vliegt. En onze Naftel Brandwijn staat in brand. What's in a name? Hij komt in de krant en zijn naam is gevestigd. Hij wordt opgepikt en hij kan een orkest gaan vormen. Maar dan hebben we nog een probleem. Alle muziek zit in zijn hoofd. En het zijn wel zijn eigen stukken. In die zin, de stukken die hij kent. Gelukkig ontdekt hij, of hij krijgt kennis van een arrangeur, meneer Czerniawski. En meneer Czerniawski gaat voor een nachtwijn al die muziek uitschrijven. En ze vormen een orkest van 12, 13 man. En met dat orkest gaan ze platen opnemen. En op die manier weten wij hoe Naftel Brandwijn heeft gespeeld. En dan is het leuke, Dave Terras overkomt hetzelfde. Nee, hij vliegt niet in de fik. Dave Terras heeft gewoon een netwerk. Dave Terras is een beetje meer sophisticated. En weet een beetje meer de weg te bewandelen die nodig is. Naftel is een ongelijk projectiel. En dat leuke, dat kun je horen in de muziek. Ik ga een stukje Dave Terras spelen. Dan kun je horen van straks wat het verschil is tussen Naftel Brandwijn en Dave Terras. Dave Terras. Het volgende is Naftel Brandwijn. Ja.
Kortom, hij speelt met risico. Hij speelt krachtig, explosief. Dit stuk, dat heet Der Terk in Amerika. En hier staat op een heel leuk etnisch fenomeen. Terk. Waarom in godsnaam noemt een Jiddische muzikant zich Terk? En heel veel stukken van Naftel Bryantwine hebben een relatie met Terk. Een leuke anekdote uit Friesland. Ik ken een familie, een Fries-Joodse familie, en die hebben als achternaam Turkstra. Misschien herinnert u iets van blikkend beschuit, Turkstra, beschuit. Grote vrachtwagens, Turkstra. Ik sprak met mevrouw Turkstra. En ik vroeg van, waarom in godsnaam Turkstra? Het is toch een scheldnaam? Ja, zegt ze, het heeft hele diepe achtergrond. De Jiden werden oorspronkelijk Turken genoemd, Terken. De Askenazische Joden komen uit het oosten van Turkije. Blijkt nu naar allerlei DNA en onderzoeken, weten we het allemaal. Er is een connectie met Oost-Turkije. En daarom noemde hij zich ook de Terk. En dit stukje, de Terk in Amerika, heeft als basis een Turks volksliedje. En hiermee komen culturen bij elkaar. Een Jid uit Oost-Europa, Galicië, die speelt in de wijnkelders, vertrekt naar Amerika en neemt een stuk op, dat heet Der Terk, in Amerika, met een Turks volksliedje als achtergrond. Nou, als dat niet kosmopolitisch is, dan weet ik het niet meer. Wij moeten ons ook niet op voorstaan op onze moderne tijd, waarin we de hele wereld overvliegen. Mensen, zeker via de Joodse connectie, was kosmopolitisme was een normaal ding al in de 19e eeuw, of nog veel eerder. We hebben al veel langer kennis van elkaar. Die Turkse connectie is ooit ook tot stand gekomen dat mensen niet naar Oost-Europa waren getrokken, maar via Noord-Afrika naar Turkije waren gegaan. Waar ook binnen de Mohammedaanse wereld genoeg plek was voor Joodse mensen om te leven. Die Dave Terres, die is later nog bekend geworden in de jaren 50, die is meer een jazzy kant opgegaan. Maar het zijn wel de twee epigonen van de klezmermuziek. Galicië, Roemenië en natuurlijk de zigeunermuziek. En in Roemenië ben ik ook op zoek gegaan naar die bronnen van die zigeunermuziek. Op zoek naar de connectie tussen die zigeunermuziek en die Jiddische muziek. Asta e bucuria mea, aici, la inima. Pui la inima, toată ziua. Mai bine ca... Așa, asta așa îmi place. Ca muiere, că nu mai bine. Deze mensen ontmoet ik daar voor de eerste keer en je probeert wat uit te wisselen en met elkaar te vinden in muziek. Dus ik speelde een Moldavische melodie en we zaten hier in het westen van Roemenië in een hele kleine dorpsgemeenschap. En dan blijkt dat er op hele kleine regionale schaal volksmuziek bestaat die eigenlijk nauwelijks uitgewisseld wordt. En dat zij in hun dorpje eigenlijk helemaal geen kennis hebben van andere muziek, maar het is wel heel muziek wat heel dichtbij je ligt. En de muziek die zijn weg heeft gevonden in de Jiddische muziek. Ik zie trouwens dat de tijd hard gaat. Ik denk dat het hele verhaal misschien wel in 3 webinars moet. Het spijt me dat het allemaal zoveel tijd kost. Maar ik had al gewaarschuwd. Want er zijn nog veel meer invloeden van die in de klezmermuziek een rol spelen. Dat is bijvoorbeeld synagogale muziek. Dat is het chassidisme. Een Joodse religieuze stroming die connectie met boven, de mystiek, via de muziek beleeft. We hebben de Russische militaire muziek, die heel belangrijk is.
heel veel Joodse jongens, ja, ook weer een voordeel lijkt het wel. Maar ja, ze waren muzikaal, ze waren geletterd, dus kwamen ze terecht in de militaire kapellen van de Russische tsaar. En mochten ze hun bijna levenslange dienstplicht hebben overleefd, dan mochten ze hun instrumenten meenemen naar huis. En zo kon je zien dat het oorspronkelijke snareninstrumentarium, viool, altviool, een soort van cello en hakkenbord, dat maakt plaats voor de tuba, de trombone, de klarinet, de saxofoon. En daar hebben we een leuk filmpje voor. Sabine, start maar even de Roemeense sirba. Dat de ventieltrombone een van de traditionele klezmer-instrumenten is. Je ziet het op alle oude foto's. Ik kan u een foto laten zien van een Jiddisch orkestje. En daar zien we ook weer de ventieltrombone, als het goed is. Ja, daar zit hij, de ventieltrombone. En ik vond het wel leuk om in nagedachtenis van mijn voorvader, de trompetist en de clarinetist, om deze twee instrumenten ook te gaan bespelen. Jiddisch muziek. Ja, het komt terecht in de cabaret, het komt terecht in de film, het komt terecht in de musical, het komt terecht in de musical. Jiddische muziek, klezmermuziek, is de bakermat van de musical in Amerika. Dat is ook een heel mooi verhaal dat ik kan vertellen, maar ik heb er geen tijd voor. Wat ik u wil laten zien, is een stukje uit een film, 1926, Ades, Benja Krik, scenario Isaac Babel. Ik heb alles zelf ingespeeld, ik heb het filmpje gemonteerd. Ik heb een filmabonnement waar ik allemaal van dit soort filmpjes vertoon. Om als muzikant in deze tijd te overleven, kunnen mensen een abonnement nemen. Maar dat kunt u allemaal wel via huismuziek horen. Het is voor mij het ultieme gevoel van de klezmermuziek in Ades, of de Moldavank. En ik dank u voor uw aanwezigheid. En ja, we hebben te weinig tijd. Ik zou er graag nog een tweede webinar aan toevoegen om alles te kunnen vertellen. Maar we vliegen eruit met een heerlijk stuk muziek. En ik dank u voor uw aandacht. En wie weet, een herkansing. In Ades, heeft in Moldavank. Thank you.
schön verstehen. Heavy straight, I'm cracking like a nut. My vis-a-vis, a welterweight, hits hard an uppercut. He corners me, he hits me more, I hardly hold on. Another hook, I'm on the floor, and I am almost gone. And I am almost gone. The ref yells eight, I'm half alive, but I get up again. I dodge, I leap, I block, I dive, and even points I gain. It's not that for the final phase, my vigor I reserve. I've never hit somebody's face, just haven't got the nerve. Just haven't got the nerve. My rival thinks while missing my face, life is so cool and I am the ace. My rival thinks while mincing my face, oh, I am the ace. The crowd roars, don't you yield an inch, knock out this timid Joe. My rival gets into a clinch and I cling to a rope. He works non-stop, he's really tough, he saves no jabs, no whacks. I whisper then, you've toiled enough, you're tired man, relax. You're tired man, relax. He keeps on punching with a snort, the curtains soon must fall. Don't call this murder, it's a sport of manliness and all. He corners me, he hits me more, I hardly hold on. Another hook, I'm on the floor, and I am almost gone. And I am almost gone. My rival thinks while mincing my face, life's so cool and I am the ace. My rival thinks while mincing my face, oh, I